Maar doe je dat dan in de tweede of derde pijler? Hoe kom je aan deze vragen? Welkom bij Kinderspel, waarbij kinderen hun ouders aan de tand voelen over hun financiële situatie. Vandaag zijn we in Utrecht met Febe. Haar vader is zelfstandig klusjesman. Febe mag vandaag mee met een klus. Ook een mooi moment om erachter te komen of hij het wel goed geregeld heeft als ZZP'er. Zo, zit je goed? Ja. Test, test. Helemaal goed. We kunnen. Febe en haar vader komen aan in het muntgebouw en ze moet even wachten. Oké, Febe, check. We gaan beginnen. Pap, we zijn toch hier omdat jij zelfstandig ondernemer bent? Ja. Wie betaalt je pensioen dan? Maar wie betaalt jouw pensioen dan? Die moet ik zelf bij elkaar sparen. Spaar je je pensioen in de tweede of derde pijler? Maar doe je dat dan in de tweede of derde pijler? Hoe kom je aan deze vragen? En heb je ook een AOV? En heb je dan nu een AOV? AOV, wat was dat ook weer? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heb ik niet? Nee. Nee. Mama wel. En laat mama dan die dekking jaarlijks indexeren? Met inflatie en zo. Hoe goed ben jij eigenlijk met geld? Kom erachter op egon.nl/goedmetgeld. Nee. Dit was Utrecht. Tot de volgende Kinderspel.